Yo mensen en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik de top 50 achtbanen bespreken die ik zelf gedaan heb. In mijn vrije tijd ga ik veel naar pretparken, heel veel. Dus het leek mij gewoon leuk om een top 50 te maken. Op nummer 50 staat de Okidoki in Bobbejaanland. De Okidoki is gewoon een gezellig achtbaantje waar je vrij chill in kan zitten. Bobbejaanland ziet het zelf als een kinderachtbaan, maar ik vind dat het eigenlijk meer een family coaster is, omdat het leuk is voor iedereen. Een kinderachtbaan vind ik eerder zoiets als de keverbaan of de hashtag like me coaster. Voor mij is het nog altijd een klassieker in Bobbejaanland, dus ik vind dat hij er nog zo lang als mogelijk mag blijven staan. Op nummer 49 staat de Draak, de Alpine Express en de Bob Express. Dit zijn drie elektrische achtbanen van Mack. Het zijn ook gewoon, net zoals de Okidoki, gewoon gezellige achtbaantjes om met het hele gezin in te gaan. Zowel jong als oud kunnen er plezier in hebben. Specifiek deze achtbanen vind ik ook gewoon leuk, omdat je meestal 2 rondjes rijdt en als je dan door het station rijdt, dan kun je keihard bijvoorbeeld roepen, Bunny, snap je? Op nummer 48 staat Arthur en de Minimoys van Europa Park. Dit is basically hetzelfde type achtbaan zoals nummertje 49. Het enige verschil is dat deze hangen en dat ze, ja, wat mooiere decoratie hebben, om het zo te zeggen. Helemaal naar de stijl van Arthur en de Minimoys. Een of andere film die ik nog nooit heb gezien. Op nummer 47 staat de Speedy Bob. De Speedy Bob ligt in Bobbejaanland. Een pijnlijk achtbaantje, maar het is ook wel grappig om te doen. Zeker als je echt zo een keer een dikke klassieke achtbaan wilt doen. Fun fact trouwens, vroeger stonden er 2 van dit soort achtbaantjes naast elkaar, maar diegene die links stond hebben ze verwijderd. Waarschijnlijk door het feit dat eentje wel voldoende is en je vrijwel nooit lang moet wachten om in één Speedy Bob te gaan, dus waarom zou je er 2 nodig hebben? Op nummer 46 staat de Dragonfly in Duinrel. Dit is gewoon een gezellig achtbaantje die vlak langs de bomen gaat. Het station is gethematiseerd naar een Dragonfly, maar op zich is de baan niet zo bijzonder. Op nummer 45 staat de Bob in de Efteling, die spijtig genoeg verwijderd is. Die is nu vervangen door Max en Maurits, volgens mij. Ik vind het echt een damn shame dat ze de Bob hebben verwijderd. Langs de andere kant, de capaciteit was niet al te hoog en je moest meestal echt een half uur wachten, ook al stonden er echt niet zoveel mensen. Op nummer 44 hebben we de Matterhorn Blitz van Europa Park. Dit is net zoals de Speedy Bob een wilde muis, alleen is dit een XXL versie en hij rijdt veel, veel soepeler. In het begin ga je namelijk in een lift, dan rij je een stukje naar buiten en dan heb je gewoon een heel lange val die super episch is. Ook de haarspeldbochten vallen mee. De decoratie is ook wel relatief mooi. Op plaats 43 hebben wij de Dreamcatcher, die vroeger Air Race noemde. Ik vind het echt een damn shame dat ze de vliegtuigjes hebben weggehaald, waardoor dat de Dreamcatcher eigenlijk een vrij kale baan is geworden. Maar langs de andere kant snap ik ook dat ze dat vervangen hebben, want ja, die vliegtuigjes onderhouden, dat is niet zo kostefficiënt, zeker als je zo'n oude baan als de Dreamcatcher hebt. Het is ook nog een vrij unieke in zijn soort. Er zijn in de buurt niet echt hangende achtbanen die niet over kop gaan en van links naar rechts schommelen, dus daarom vind ik plaats 43 wel mooi. Op plaats 42 hebben we de Calamity Mine van Walibi België. Dit is ook gewoon een gezellig achtbaantje voor heel het gezin. De baan is wat verouderd, maar alsnog zit de western-stijl er echt goed in. Ook de taco is echt nog heel klassiek. Ik doe hem gewoon graag elke keer als ik in Walibi België ben. Vrij nice. Op plaats 41 hebben wij de Naga Bay, die vroeger onder de naam Dis hing. En dit is eigenlijk een spinning coaster die in Bobbejaanland staat. Dit is ook gewoon een gezellig achtbaantje om te doen. Het enige spijtige is dat ze dat thema hebben veranderd, want vroeger was het zo'n beetje wild graffiti-stijl, om het zo te zeggen. En nu hebben ze een soort van avontuurlijk thema van gemaakt. Een ander nadeel aan deze baan is dat de capaciteit echt heel laag is. Volgens mij rijden er maar maximum 3 treintjes op deze baan. En er kunnen maar 4 mensen in een treintje. Dat zorgt ervoor dat de wachtrij meestal 15 minuten tot 30 minuten is. Op plaats 40 hebben wij de Swiss Bob Run van Europa Park. Dit is gewoon een klein treinbobbaantje. Hij is niet heel lang, maar hij is wel leuk om eens te doen. Op plaats 39 hebben wij dan Tras de Jura, Park Asterix. Het is eigenlijk dezelfde soort achtbaan als de Swiss Bob Run. Het enige verschil is dat deze veel langer is dan de Swiss Bob Run en eindbruin is. Wat ook niet zo wonderbaarlijk mooi is, maar doordat hij langer doorgaan prefereer ik deze over de Swiss Bob Run. Nummer 38 is de Tikiwaka in Walibi België. De Tikiwaka is een redelijk recent achtbaantje in Walibi België. Ook het themagebied rond de Tikiwaka vind ik heel episch. Zeker de Tiki Trail die je kunt belopen is heel leuk, alhoewel hij wel een beetje ontsteven aanvoelt, to be honest. Zeker zo die Pacific Tribe stijl is heel leuk. Het enige nadeel aan deze achtbaan is dat de capaciteit heel laag is. Ook het leuke aan deze achtbaan is dat hij een kinda verborgen single rider wachtrij heeft. Dat betekent dus voor mensen die single zijn zoals mij direct kunnen instappen in deze attractie meestal. Want de meeste andere mensen die hebben eigenlijk niet door dat er een single rider wachtrij is. Dus dat is wel episch. Op nummer 37 hebben we de Boosterbike in Toverland. Qua baan is hij niet zo interessant, maar qua treintje wel. Want in tegenstelling tot een traditionele achtbaan zit je zeg maar in een soort van motor. Waardoor je echt ook in motorpositie over de baan heen gaat. En er zijn niet echt achtbanen in de buurt die dat ook hebben. Maar omdat de baan zelf eigenlijk niet zo bijzonder is, ja, staat hij redelijk achterop in deze lijst. Op nummer 36 hebben wij de Euromir in Europa Park. De Euromir is een draaiend achtbaantje, net zoals de Dis. De taco van deze achtbaan is heel nice. Je hoort een epische soundtrack voor 3 minuten aan een stuk. Eenmaal dat je boven bent op de hoge flatgebouwtjes, om het zo te zeggen, heb je een mooi uitzicht over het park. Dan krijg je een aantal haarspeldbochtjes die redelijk soepel zijn. En die eerste val is mega episch. Op plaats 35 hebben wij de Colorado Adventure van Phantasialand. Dit is hetzelfde achtbaantype als de Calamity Mine die we eerder hebben gesproken in Walibi België. De reden waarom deze achtbaan veel verder voorop staat in de lijst is omdat deze ten eerste veel langer is. En ten tweede ook veel heftiger is. Je hebt donkere stukken, hebt lichte stukken. Er zijn maar liefst 3 takels. Net zoals de Calamity Mine is dit gewoon een achtbaan die heel leuk is om te doen met het hele gezin. Fun fact, deze achtbaan heeft ook een bijnaam gekregen, namelijk de Michael Jackson Trail Ride. En die bijnaam heeft hij gekregen omdat deze achtbaan, ja, door Michael Jackson geopend is in de tijd. Op nummer 34 staat de Big Thunder Mountain in Disneyland Parijs. En ja, het is gewoon logisch dat deze na de Colorado Adventure komt, want deze is ten eerste veel beter gedecoreerd. In tegenstelling tot de Colorado Adventure die 1280 meter was, is de Big Thunder Mountain 1,5 kilometer. Dus hij is net een tikkeltje langer, maar desalniettemin komen de achtbanen heel dicht in de buurt van elkaar. Op nummer 33 hebben wij de Crazy Beds in Phantasialand, die vroeger hing onder de Temple of the Night Hawk. Persoonlijk vind ik deze baan van de donkere achtbanen die ik ga bespreken het minst interessant. Puur door het feit dat je eigenlijk VR-brillen hebt en ik ben er echt geen fan van. Want ja, ik word vrij snel misselijk als ik naar schermen zit te kijken terwijl ik een achtbaan bereid. Ik heb deze achtbaan 1 keer gedaan en op zich het filmpje is wel leuk, maar ik heb gewoon liever dat ze gewoon wat dingen in de baan projecteren dan dat ze u echt een VR-bril laten opzetten. Ik weet dat de Revolution het een aantal jaren geleden ook heeft gedaan, maar daar zijn ze van afgestapt met corona, omdat dat gewoon niet meer houdbaar was. Ook was de wachtrij ineens vele malen langer, wat eigenlijk heel ironisch is voor de Revolution, aangezien dat er maar liefst 60 mensen in één karretje kunnen. Fun fact, vroeger toen je de VR niet had, had je zeg maar de Temple of the Night Hawk. Dat was eigenlijk een volledig donkere achtbaan waar volgens mij één vogeltje werd geprojecteerd. Diezelfde achtbaan had voor de Temple of the Night Hawk nog een ander thema, een soort van space thema hadden ze, maar daar zijn ze door een of andere reden volledig van afgestapt. Op plaats 32 hebben we de Vogelrok in de Efteling. Het stationnetje van de Vogelrok is heel mooi gedecoreerd, maar qua baan is hij niet zo interessant. Ik bedoel, je ziet wel een vogelei in het begin en je ziet ook een vogelbek op het einde. En onboord hoor je ook wel muziek, maar voor de rest wordt er eigenlijk niet zoveel interessant geprojecteerd. Maar desalniettemin is het wel een leuk achtbaantje om te doen als je in de Efteling bent. Ook de voorkant is nog altijd heel mooi aangekleed, zeker in de winter als de vogel een kerstmutsje op heeft. Op plaats 31 hebben wij Wienjas 4 en Wienjas Force in Phantasialand. Dit zijn eigenlijk 2 aparte achtbanen, maar ik vind gewoon dat ze bij elkaar horen. Net zoals de Dis en de Euromir zijn dit gewoon draaiende achtbanen. Het enige verschil is dat deze wel speciale elementen hebben. De ene achtbaan heeft namelijk een droptrack waardoor je ineens naar beneden valt, en de andere achtbaan heeft zeg maar een soort van heuveltje die zeg maar omgekanteld wordt, waardoor dat je eigenlijk een soort van what the fuck gevoel krijgt. Dus ja, deze achtbanen zijn wel vrij leuk. Op plaats 30 hebben wij de Raik in Phantasialand. Dit is eigenlijk het kleine broertje van de Taron. Dit is eigenlijk gewoon een familie Boomerang achtbaan. Is net zoals de Taron eigenlijk super mooi weggewerkt tussen al die rotsen en al. Het is echt episch om te doen. Op plaats 29 hebben wij de Revolution in Bobbejaanland. De Revolution is een attractie die ik altijd doe als ik in Bobbejaanland ben. Hij heeft de langste achtbaantrein ter wereld. Hij heeft een super epische taco. Hij is gezellig om te doen. Zeker nu dat ze die Mount Cobra shit weggedaan hebben, vind ik de achtbaan gewoon episch. Omdat je eigenlijk nooit lang moet wachten voor de achtbaan. Omdat je per ritje in theorie 60 mensen en minstens 30 mensen kwijt kunt. Op plaats 28 hebben wij de Eurosat in Europa Park. Die een aantal jaar geleden is omgebouwd tot Eurosat Can Dance. En die zo'n Moulin Rouge thema heeft gekregen. Ik ken de achtbaan alleen nog van de originele Eurosat thema. Dus ik ga hem daarop ook beoordelen. Ik vond de achtbaan heel episch. Zeker de tackle met die space muziek. En dan die aftelling. De soundtrack vind ik episch. Ook als je naar beneden gaat blijft je de soundtrack gewoon door heel die ijzeren koepel horen. Dus daarom vind ik de Eurosat een van de beste donkere achtbanen van Europa. Op nummer 27 hebben wij de Vliegende Hollander in de Efteling. De Vliegende Hollander is qua baan misschien niet zo interessant. Maar qua afwerkingen zijn wel echt prachtig. Alleen de buitenkant al is echt subliem mooi. Het is helemaal gedecoreerd naar de Gouden Eeuw in de Nederlanden. Zeker de wachtrij en het station zijn echt subliem mooi afgewerkt. Waardoor je echt het gevoel krijgt dat je in een andere wereld zit. Eenmaal dat je in de attractie zit, ga je eigenlijk een donker stukje zee door. Totdat je op een heel mooie takel wordt gezet met een of andere rare monster of zo. En dan ga je een stukje naar buiten. Dan maak je één bocht en dan krijg je een heel grote splash. En dat was de achtbaan. Ik heb de Vliegende Hollander relatief hoog in deze lijst gezet. Gewoon puur omdat ik de afwerking echt subliem mooi vind. Op plaats 26 hebben wij de Huracan in Bellewaarde. Dit is een heel mooi gedecoreerde donkere achtbaan. Het station vind ik ook gewoon heel mooi gedecoreerd in zo'n beetje een Mayaanse stijl. Als je in deze achtbaan gaat, heb je eerst een stukje dark ride. In de eerste kamer ga je vlak langs twee watervallen. Eenmaal dat je naar boven getakeld wordt, ga je zeg maar een stukje naar buiten. En dan ga je door de achtbaan, door volledige duisternis. Met allerlei lasers die geprojecteerd worden. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een gezellig achtbaantje. Op plaats 25 hebben wij van Helsing's Factory in Movie Park Germany. Dit is een achtbaan met heel veel scherpe bochten die echt super leuk is om te doen. Hij is volledig gedecoreerd naar het verhaal van Van Helsing. Dit is een film over een of andere vampierenjager die al heel oud is volgens mij. En ook de soundtrack van deze achtbaan is echt fucking episch. Zeker als je al die scherpe bochten doorgaat. Op plaats 24 hebben wij de Crush Coaster in Disney Studios in Parijs. De Crush Coaster is helemaal gedecoreerd naar gelang Finding Nemo. Zeker het eerste stukje dark ride is heel mooi, waarbij je langs allerlei scènes van Nemo gaat. En ja, de achtbaan zelf is ook echt leuk. Het lijkt echt alsof je in de oceaan zit als je de achtbaan bereidt. En na vele jaren is de Crush Coaster nog altijd een heel leuke achtbaan om te doen. Enige nadeel wel is dat de capaciteit hier echt verschrikkelijk laag is. Zeker voor zo'n park als Disneyland. Het is bijvoorbeeld niet abnormaal dat je in deze attractie 150 minuten moet wachten bijvoorbeeld. Dat is gewoon 2 uur en 30 minuten. Dat is gewoon 1/4 van een dag. Maar ja, dat is Disneyland logica natuurlijk. Op plaats 23 hebben we de eerste achtbaan die over kop gaat die ik ga bespreken. Dat is namelijk Indiana Jones et le Temple du Feril in Disneyland Parijs. Dit is een achtbaantje die volledig gedecoreerd is naar een soort van tempel van Indiana Jones ofzo. Maar het leuke aan deze achtbaan is dat je op het einde een onverwachte looping krijgt. En die looping is echt ook heel mooi weggestopt. Volgens mij gaan er zelf mensen in zonder eigenlijk te beseffen dat er een looping in die achtbaan zit, waardoor je dus 1 keer over de kop gaat. Dus dat is dan voor hun wel een what the fuck moment. Op nummer 22 hebben wij de Cobra in Walibi België, de Speed of Sound in Walibi Holland en de Boomerang in Bellewaarde. Deze attracties staan op dezelfde plaats puur gewoon omdat het dezelfde attracties basically zijn. De enige verschillen die er zijn, zijn namelijk decoratiegericht. De Cobra in Walibi Belgium is bijvoorbeeld volledig bruin gespoten en heeft het thema van een cobra in Indische stijl. De Boomerang in Bellewaarde die is kort geleden blauw gespoten als ik het goed heb. En ja, die heeft niet echt een thema. En de Speed of Sound in Walibi Holland is oranje en die heeft een soort van muziekthema. Het leuke aan de Speed of Sound is dat je normaal gezien onboord muziek hebt. Maar de laatste keer dat ik in Walibi Holland was, stond die niet aan door een of andere reden. Ik snap ook niet waarom. Waarschijnlijk was het defect of zo. Dus ja, op nummer 21 hebben wij de Vampire in Walibi België en de El Condor in Walibi Holland. In Walibi België is hij rood en in Walibi Holland is hij oranje. Het enige grote verschil is namelijk de trein. De trein van de El Condor in Walibi Holland is veel chiller dan de trein in Walibi België. In de trein in Walibi Holland zit je namelijk niet meer aan je kop vast, waardoor dat je ook geen pijn meer kunt lijden aan je kop. En dat is in de Vampire helaas nog altijd het geval. Het zijn beide wel leuke achtbaantjes, maar ze rijden gewoon niet zo soepel meer, waardoor ik ze eigenlijk niet meer dan 1 keer op een dag wil doen, elke keer als ik in de betreffende parken ben. Het eerste element, namelijk de rollover, een soort van hartje dat je maakt, is redelijk soepel als je je hoofd naar achter kunt houden. Het tweede element, namelijk de sidewinder, waardoor je een soort van sierlijke bocht maakt, die is ook nog te doen. Maar daarna krijg je een dubbele inline twist. En ja, daar krijg ik gewoon fucking veel hoofdpijn van. Op nummer 20 hebben wij een klassieker. En dat is namelijk de Python in de Efteling. De reden waarom ik de Python beter vind dan de Vampire en de Boomerangs is gewoon puur door het feit dat hij eigenlijk veel soepeler rijdt. Aangezien dat de rails in de tijd vervangen zijn en het treintje. Verder is dit gewoon een klassieke achtbaan met 2 loopings, 2 kurkentrekkers en 1 spiraal. En het is gewoon een gezellig achtbaantje om te doen als je in de Efteling bent. Op nummer 19 hebben wij de Weerwolf in Walibi België. Ook wel beter bekend onder zijn Franse naam Loup Garou. De Weerwolf is een houten achtbaan van Vekoma. En Vekoma is vooral bekend van zijn stalen achtbanen. Hiermee bedoel ik dat de achtbaan fucking ruw is en dat Vekoma echt geen goede job heeft gedaan. De Weerwolf is wel leuk om 1 à 2 keer te doen op een dag. Maar meer dan 2 keer ga je hem ook gewoon niet doen. Gewoon omdat hij super ruw is. Wordt echt van de ene naar de andere kant geschud. Het is wel funny op zich. Vroeger stond er in Walibi Holland ook een soortgelijke achtbaan, de Robin Hood. Maar die hebben ze vervangen voor de Untamed. Op nummer 18 hebben wij Heidi Draait in Plopsaland de Pannen. Heidi Draait is een soepele houten achtbaan. Maar ik vind dat hij eigenlijk vrij kort is. Ook heeft Heidi Draait een super groot capaciteitsprobleem. De laatste keer dat ik er was, reed hij maar met 1 trein. En in 1 trein gaan er volgens mij maar maximum 16 mensen of zo. Dus het is niet abnormaal dat je 15 minuten tot 30 minuten wacht. Zelf al als het niet druk is. En als je dat vergelijkt met andere houten achtbanen, is dat eigenlijk wel echt slecht. Want de meeste houten achtbanen rijden met treinen die eigenlijk veel langer zijn. Verder is het thema van Heidi Draait wel leuk. Het is namelijk helemaal gedecoreerd naar een soort van Zwitsers thema. De woonplaats van Heidi. Een soort van ja, programma van Studio 100 die ik nooit heb gezien. Dus ik snap het verhaal niet. Op plaats 17 hebben wij Tonnerre de Zeus in Park Asterix. Dit is echt een super epische houten achtbaan. En in tegenstelling tot de Weerwolf is hij wel ruw, maar hij doet niet zoveel pijn als de Weerwolf. Ook is het stationnetje veel mooier gedecoreerd. Zeker dat standbeeld van Zeus is echt episch. Ook die tunnel waar je doorgaat met dondereffecten is echt super episch. Er is ook een mogelijkheid om achteruit te gaan, maar ja, daar moet je €8 voor betalen, dus fuck dat. Het meest epische aan deze achtbaan is echt de takel. Deze takel is echt fucking klassiek, is fucking luid. En je wordt super excited als je gewoon op die takel gaat. Op plaats 16 hebben wij Joris en de Draak in de Efteling. Dit zijn namelijk 2 achtbanen naast elkaar, namelijk de waterbaan en de vuurbaan. In tegenstelling tot de Wienjas 4 en de Wienjas Force die ik eerder heb besproken, lopen deze achtbanen symmetrisch en het is dus ook een racer. Je vertrekt gelijktijdig en er is altijd een winnaar. Een van de meest epische dingen die je kunt doen op deze achtbaan is natuurlijk een beetje bitchen naar de andere achtbaan. Dat is gewoon fucking grappig om te doen. En ook de eerste drop van Joris en de Draak gaat gewoon fucking keihard. 20 meter naar beneden, dan ga je weer naar boven met allemaal heuveltjes. Je duikt over elkaar heen. Het is gewoon echt een prachtige achtbaan, ondanks dat die niet zo lang is. Ook de start is super episch met alle geluidjes die je dan hoort van ja, we gaan de Draak verslaan, bla bla bla. Op plaats 15 hebben wij de Psyche Underground in Walibi België. Dit is een achtbaan waarbij je gelanceerd wordt, een redelijk hoge looping doorgaat en dan dat parcours nog een keer terug doet. Zeker de aftelling is echt super episch. Het enige dat spijtig is dat de decoratie echt verschrikkelijk achterhaald is, omdat ze het oude Walibi thema gewoon niet meer hebben in het park. Maar er zijn geruchten dat deze achtbaan terug omgetoverd gaat worden tot zijn oude naam, namelijk de Turbine. Dit omwille van het feit dat Walibi België in 2025, als ik het goed heb, een nieuwe attractie wil openen, een familieachtbaan, die zo'n beetje een haventhema heeft. En dan is het natuurlijk gewoon logisch om een soort van oude loods te hebben met de naam Turbine. Op plaats 14 hebben wij de Baron 1898 in de Efteling. Het verhaal van deze achtbaan is echt super mooi. Ook het station en de achtbaan zelf zijn super mooi gedecoreerd. Het enige nadeel van deze achtbaan is dat hij eigenlijk echt super kort is. Ondanks dat hij zo kort is, heeft hij wel 2 leuke elementen. Eerst en vooral heb je een immelman. Daarna krijg je nog een volledige Giro. En daarna krijg je nog een simpele spiraal. En ja, dan is het al einde achtbaan. Het is het dus waard om hem 1 keer te doen, maar 2 of 3 keer hem doen op een dag is misschien een beetje overkill. Op plaats 13 hebben wij de Os Iris in Park Asterix. Deze achtbaan is heel mooi gedecoreerd naar Egyptische stijl. Het is een hangende achtbaan en het is hetzelfde achtbaantype als de Black Mamba in Phantasialand. Het enige wat ik wel scheite lelijk aan deze achtbaan vind, is dat hij eigenlijk vlak langs de snelweg ligt. Als je naar boven getakeld wordt, kun je namelijk de snelweg zien en ik vind dat gewoon altijd zo fucking lelijk aan een achtbaan. Dan denk ik zo van, zet de muur alstublieft of maak hem gewoon overdekt. Hij is dus qua baan helemaal niet slecht, qua afwerking ook niet, behalve de snelweg. Op plaats 12 hebben wij de Conda in Walibi België. Dit is gewoon echt een super epische achtbaan achtbaan, een van de betere achtbanen van België. Na de taco ga je met volle snelheid naar beneden. Dan krijg je echt een bunnyhop van 20 meter of zo. Dan ga je weer naar beneden. Dan krijg je een tweede bunnyhop, maar die bunnyhop is zeg maar naar buiten gericht, waardoor je echt verschrikkelijk veel airtime krijgt en het lijkt alsof je eruit vliegt. Daarna krijg je een non-inverted Cobra roll. Die vind ik persoonlijk niet zo bijzonder, maar ja, is wel nice om te doen. En zeker die kleine heuveltjes die je op het einde doet zijn fucking funny. De Conda is gewoon van begin tot eind fucking rammen. Op plaats 11 hebben wij het huis van Anubis in Plopsaland te Pannen. Het huis van Anubis is helemaal gedecoreerd, ja, na de uitzendingen van Anubis. Een of ander programma van Studio 100 die ik opnieuw niet heb gezien. Maar dat maakt deze baan natuurlijk niet slecht. Het beste aan deze achtbaan vind ik gewoon de snelheid. Vanaf dat je op deze achtbaan gaat, word je direct met volle snelheid naar boven gelanceerd. Dan ga je naar beneden en dan krijg je een soort van dive loop die echt fucking nice is om te doen, omdat je snelheid zodanig hoog is. Daarna maak je nog een aantal bochten en op het einde word je heel langzaam in een hardline roll gedrukt, wat ook echt heel episch is. Enige nadeel van deze achtbaan is dat hij eigenlijk vrij ruw is. Hij is in 2009 gebouwd, dus hij is al 14 jaar oud. En als je van achter zit, dan merk je echt dat de baan heel ruw is, maar van voor valt het eigenlijk heel goed mee. Op plaats 10 hebben wij de Lost Gravity in Walibi Holland. Deze achtbaan is echt prachtig gedecoreerd. Helemaal in de stijl van ja, Lost Gravity, de zwaartekracht die verloren is. Alleen in de wachtrij al merk je al dat superveel dingen op hun zij zijn gemaakt of op zijn kop en dat is gewoon funny. Dat maakt het wachten des te leuker. Ook qua baan is hij echt heel episch. Hij gaat echt super snel naar boven. Dan krijg je nog een aantal coole elementen waarvan bijvoorbeeld één G-roll waar een gas onder u gespoten wordt en ja, ik weet niet, dat geeft mij altijd zo'n kick als ik in die achtbaan zit. Zelf de Fastlane wachtrij is echt heel leuk gedecoreerd met een bus. Op plaats 9 staat de Typhoon in Bobbejaanland. Sinds dat de Fury in Bobbejaanland is gebouwd, is deze achtbaan in het blauw geverfd. En na al die jaren dat de Typhoon in Bobbejaanland staat, is het nog super episch om te doen. Je krijgt superveel stress als je verticaal omhoog getakeld wordt. Dan ga je met 97 graden vol naar beneden. Dan heb je echt een looping die echt heel goed is. Daarna ga je terug naar boven, dan krijg je block breaks. Daarna heb je een dubbele hardline roll die een beetje verouderd is en die eigenlijk niet zo soepel meer gaat, maar hij is nog doenbaar. Verder heb je ook nog een spiraal die heel ruw is. Dan krijg je opnieuw een hardline roll, krijg je opnieuw een spiraal en dan krijg je nog de meest epische val, namelijk een val van 1 meter. En het verhaal is eigenlijk dat je in een slee zit die door een vogel wordt voortgetrokken naar gelang het element wind. Dus ik vind het ja, heel leuk bedacht. Op nummer 8 hebben wij de Express Platform 13 in Walibi Holland en de Rock'n'Roller Coaster in Disneyland Parijs die nu omgetoverd is tot Iron Man Coaster. Om te beginnen bij de Express. Qua decoratie kan de Express er best wel mee door. De wachtrij en het thema van een spooky station is wel heel episch. Zeker ook met al die geluidseffecten waaronder een trein, kasten die aan het trippen zijn enzovoort. Qua baan is de Express ook episch. Na de lancering heb je namelijk een roll-over. Daarna maak je een aantal bochtjes en dan krijg je uiteindelijk nog een kurkentrekker. Qua baan was de Rock'n'Roller Coaster in Disneyland Parijs exact hetzelfde. Het enige verschil was decoratiegericht en het was niet zomaar een klein verschil. Het was echt een mega verschil. Tijdens de rit hoorde je zeg maar muziek van de rockband Aerosmith. En naar gelang het treintje waar je in zat had je ook een andere soundtrack en een andere lichtshow. Ik vind het echt een damn shame dat de Rock'n'Roller Coaster nu vervangen is voor de Iron Man Coaster. Op zich is de Iron Man Coaster niet mis, maar als je dat vergelijkt met de Rock'n'Roller Coaster dan vraag je je eigenlijk af waarom hebben ze dit veranderd. Omwille van deze feiten zet ik de Express en de Rock'n'Roller Coaster op plaats 8. Op plaats 7 hebben wij de Fury in Bobbejaanland. En dit is gewoon een epische triple launch achtbaan. Het leuke aan deze achtbaan is dat je kan bepalen of dat je achteruit of vooruit gaat. Ik vind hem achteruit het leukste, maar vooruit is hij ook wel leuk. Ook de snelheid is super episch. Als ik het goed heb, is dit ook de snelste achtbaan van de Benelux. En je voelt die wind ook gewoon maximaal. Ik heb hem 1 keer gedaan in de volle regen en dat was echt fucking awesome. Gewoon het fucking regenwater dat keihard tegen u opspat. Dat was echt nice om te doen. Ook qua decoratie is hij niet mis. Het is niet de mooiste decoratie, maar het is een beetje vergelijkbaar met de Typhoon. In tegenstelling tot de Typhoon die het element wind had, heeft deze natuurlijk het element vuur. En het verhaal is dat je zeg maar als een soort van draak over de baan gaat. I don't know. Op plaats 6 hebben wij de Ride to Happiness in Plopsaland te Pannen. De Ride to Happiness is echt gewoon een prachtige achtbaan. Om te beginnen ga je een super trage hardline roll door, waardoor je echt fucking veel hangtime krijgt. Daarna krijg je een launch die super krachtig is. Dan ga je naar boven, dan val je terug naar beneden, dan ga je een banana roll door. Na die banana roll heb je een volledige looping en daarna nog eens een G-roll. Daarna krijg je de tweede lancering en nog eens een G-roll en dan is het al einde baan. baan. Naast de baan zelf draait het treintje nog eens rond, wat echt super episch is. En qua decoratie is hij ook zeker niet mis. Zeker het station is heel mooi aangekleed. Op plaats 5 hebben wij de Black Mamba in Phantasialand. Dit is hetzelfde achtbaantype als de Os Iris die ik eerder heb besproken. In tegenstelling tot de Os Iris is deze achtbaan echt super mooi weggewerkt in Afrikaanse stijl. Deze achtbaan gaat echt vlak langs de grond en je hebt echt het gevoel alsof je in Afrika bent. Ook het muziekje dat je in het begin hoort als je naar boven gaat is gewoon episch. Zelf de wachtrij is echt super mooi gedecoreerd. Qua elementen is het gewoon van begin tot het einde rammen. Eerst en vooral start je met de volledige looping. Daarna krijg je nog een aantal rolls en er zit gewoon geen enkel moment rust in de baan. Op plaats 4 hebben wij de Hyperspace Mountain in Disneyland Parijs. Net zoals alle andere attracties in Disneyland Parijs is deze achtbaan gewoon super mooi gedecoreerd. Vroeger heette deze achtbaan de Space Mountain Mission 2 en had hij boek 3 van Jules Verne als thema, namelijk From the Earth to the Moon. Maar sinds dat Star Wars van Disney is, hebben ze hem omgebouwd tot Hyperspace Mountain. En in tegenstelling tot de Rock'n'Roller Coaster vind ik het niet erg dat de Space Mountain omgebouwd is. In het begin hoor je super epische Star Wars muziek, dan hoor je een of andere radio call van een Fransman die zegt dat we op missie naar Jakku of zo gaan. Daarna hoor je geluidjes van R2D2 en dan ga je gewoon met volle snelheid naar boven op de launch. En dan bereid je de achtbaan en dan kom je allemaal digitale beelden van Star Wars schepen en zo tegen. En je hebt echt het gevoel alsof je in space zit in die achtbaan. Zeker omdat je over de kop gaat en al prachtig om te doen. Het geeft je ook een echte kick. Op plaats 3 hebben wij de Taron in Phantasialand. Dit is het grote broertje van de Raik die ik eerder besproken heb. Dit is echt een achtbaan die gelanceerd wordt en die fucking snel is. En die echt super mooi langs de rotsen weggewerkt is. Deze achtbaan gaat eigenlijk echt gewoon vlak langs de rotsen, waardoor je eigenlijk gewoon zelf bijna bang wordt dat je er tegen gaat botsen. Zeker het geluidje van de tweede launch is echt super episch, heeft een super dikke kick en er zit ook gewoon geen enkel momentje rust tussen. Het is gewoon echt van begin tot einde fucking snel gaan en het is volgens mij ook een van de snelste achtbanen van West-Europa. Op plaats 2 hebben wij de Untamed in Walibi Holland. Deze achtbaan is gebouwd op de plek waar vroeger de Robin Hood stond. Ze hebben zelf nog een stukje van de Robin Hood in de wachtrij van de Untamed gezet, wat ik echt super episch vind. Ik heb ook gehoord dat ze ook een paar houten palen van de Robin Hood hebben laten staan, ook al was dat voor hun niet kostefficiënt om de authenticiteit van de Robin Hood te bewaren. De Untamed zelf is echt ook heel mooi aangekleed. Je hebt echt het gevoel alsof je op een beestje zit die gewoon keihard af de baan gaat. In deze achtbaan zit ook geen enkel momentje rust. Om te beginnen al heb je namelijk een bocht die naar buiten gericht is, waardoor je al een beetje airtime krijgt. Daarna krijg je eigenlijk een heel speciale tackle. In deze tackle heb je namelijk het gevoel dat je constant naar achter valt, maar daarna weer naar voren geduwd wordt. En dat doe je eigenlijk totdat je eigenlijk boven bent. Dan ga je bijna verticaal naar beneden. Dan heb je een stall giro. Dat wil dus zeggen dat je één keer langs linksom over kop gaat, maar dan blijft hangen en dan direct naar rechts over kop gaat. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik vind dit de beste manier om het uit te leggen. Daarna krijg je nog een aantal bochtjes die super ruw zijn. Dan heb je ook nog een volledige giro. En op het einde krijg je ook nog een barrel roll die echt fucking traag is, waardoor je ook echt fucking veel hangtime krijgt. Je zit ook echt super chill in het treintje. Je zit namelijk alleen aan je heup en benen vast, maar je armen en je buik zijn eigenlijk volledig vrij, dus je kunt je handen eigenlijk alle kanten op doen. Dan zijn we op plaats 1 gekomen. Hoe kan het ook anders? Fly in Phantasialand. Fly is echt de meest prachtige achtbaan die ik ooit gedaan heb. In tegenstelling tot alle andere achtbanen die ik heb besproken, waar je eigenlijk gewoon op je poep zit, hang je hier recht in. Om te beginnen moet je eigenlijk gaan zitten en moet je je benen soort van in gleufjes leggen. Dan ga je allemaal scènes door. Dan word je uiteindelijk in één bocht in je vliegpositie gelegd. Dan word je gelanceerd en door de positie waar je in zit lijkt het echt alsof je aan het vliegen bent. Het is echt gewoon prachtig. Van begin tot het einde is het echt gewoon super nice om deze achtbaan te doen. Ook het themagebied waar het in ligt vind ik een van de prachtigste themagebieden die ik ooit heb gezien. Het is namelijk zo'n beetje een steampunk stijl. Ook de wachtrij is net zoals de andere attracties in Phantasialand super mooi weggestopt. Een droom zou eigenlijk een keer zijn om ook een keer in het Rookburg Hotel te slapen. Deze achtbaan is gewoon de beste achtbaan die ik gedaan heb. Oké mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn top 50 achtbanen. Ik heb in deze video veel tijd gestoken, dus een like is zeker gewaardeerd. Ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb om deze achtbanen ook te doen. En als ik dat niet gedaan heb, joh.